Hij maakt hier een duck jibe onder het zeil door, pakt hij de andere kant van de Griek vast en zeilt weer verder. Toch kwam ook Piet Cabrina niet in de finale. Dat waren namelijk in beeld hier Alex Aguera met de US 151, de nummer 2 op de wereldranglijst en de nummer 1 op de wereldranglijst Robbie Nash. Alex Aguera valt en Robbie Nash ziet dat. Hij zet gelijk aan voor een barrel roll. Hij zet de aanval in. Lukt deze barrel roll? Perfect. Ondanks het feit dat het zeil even het water raakt, zeilt Robbie Nash verder. Maar het is nog niet afgelopen. Hij maakt er een complete show van. Inmiddels staat Alex Aguera ook weer. Een 360 graden draai. Hij duwt zijn zeil boven de Noordzee, draait dan zijn plank onder het zeil door en vaart gewoon verder. Dan zoeken ze elkaar weer op en letten ze op het verschil in sprong. Links Alex Aguera, rechts Robbie Nash. Robbie Nash springt er een donkey kick bij. Hij slaat die plank als een ezel weg. Hij trapt hem weg, vandaar de naam donkey kick. Drie keer was de Amerikaan al wereldkampioen bij de profservice. En hij is op weg om de vierde wereldbeker te pakken. Daar had hij al op gerekend gezien zijn nummer US 4x1. En dan zijn we vlak bij het einde van de kuur van 5 minuten. Vlak voor het eind perst Alex Aguera er nog een bodytrack uit. Hij gaat straks zijn voeten losgooien van de plank en hangt aan een giek. En dat levert een punt op. En dan het eindschot. Wie is de winnaar van deze... Dit is voor de laatste keer dit seizoen NCRV Surf TV. Deze extra aflevering is helemaal gewijd aan de O'Neill Pro World Cup die onlangs in Zandvoort plaatsvond. De beste surfers van de wereld streden in de Noord-Hollandse badplaats om de wereldtitel bij de profsurfers. Want na wedstrijden Japan, Frankrijk en Duitsland was Zandvoort de finale plaats. En ook dit jaar stonden de surfers weer garant voor onwaarschijnlijk hoge sprongen in onze eigen Noordzeebranding. Meer dan 300.000 surfenthousiasten bezochten dit grootste evenement. De boulevard van Zandvoort veranderde voor 10 dagen in een druk surfcircus. De duizenden belangstellenden verdrongen zich tussen de pitsen waarin de profsurfers hun voorbereidingen troffen voor de wedstrijd. Daaronder natuurlijk ook meervoudig wereldkampioen Robbie Nash van Hawaii, die na 3 eerdere World Cups op de eerste plaats stond. En het zou wel heel raar moeten lopen, wilde hij in Zandvoort voor het eerst een wereldtitel verspelen. Bij de vrouwen had regerend wereldkampioene Nathalie Lelièvre uit Frankrijk de beste papieren. De strijd om de tweede plaats achter Nash was nog helemaal open en grote kans hebben was onze eigen Stefan van den Berg. De eerste dag besloot de wedstrijdleiding een course race te houden. De course race lijkt nog het meest op de Olympische driehoeksbaan, is heel spannend, maar voor het publiek moeilijk te volgen. De surfers gebruiken hiervoor een lange plank. Er stond weinig wind en er waren nauwelijks golven. Niet bepaald de lievelingsomstandigheden van Robbie Nash. De wedstrijdleiding eikte de windmeters voor de laatste keer. Dit is belangrijk, want volgens het wedstrijdreglement is de minimum windkracht 11 knopen, oftewel ruim windkracht 3. 'S Morgens schommelde de wind rond de 10 knopen, maar na een tijdje wakkerden ze iets aan zodat de wedstrijden konden beginnen. Stefan van den Berg vindt het juist fijn wanneer er gecoursed wordt met niet te veel wind. Hij is dan altijd heel erg snel. In deze discipline heeft hij veel profijt van zijn jarenlange ervaring in de Olympische klasse. Alle 64 deelnemers starten tegelijk op het water. Stefan van den Berg rondt als eerste de bovenboei en gaat feilloos overstag.
Robbie Nijs ligt een flink stuk achter door een slechte start, maar begint aan een fantastische inhaalrace. Van den Berg loopt steeds verder uit, terwijl hij de ene na de andere boei in perfecte stijl rond. Op de tweede plaats vinden we een teamgenoot van Van den Berg. Het is de Amerikaan Ken Winner, de enige surfer die net als Robbie Nash aan elke World Cup tot nu toe heeft meegedaan. Nash vecht verbeten om de schade zoveel mogelijk te beperken, krachtig pompend met zijn zeil om zo hard mogelijk te gaan. Maar Van den Berg maakt geen fouten en Ken Winner evenmin. Nash heeft een perfecte stijl, maar mist voldoende snelheid om Van den Berg te achterhalen. Steffen Van den Berg heeft zich inmiddels helemaal losgesurfd van de rest van het veld en gaat met een enorme snelheid op de finish af om deze manche op zijn naam te zetten. In het begin was ik een beetje nerveus. Eerste wedstrijd, je weet nooit wat er gebeurt. Ik geloof dat het gewoon een hele mooie start is voor mij om te knieën voor een eerste plaats te bestaan. In het totaal werden in Zandvoort 5 course races gevaren. Steffen Van den Berg wint er nog één, maar in de andere 3 vaart hij teleurstellend. Hierdoor wordt hij slechts 4e. Maar dat is toch genoeg om in de course race discipline wereldkampioen te worden. En dat was dit seizoen het hoofddoel voor Van den Berg. De Amerikaan Nevin Sayer won eveneens 2 manches en behaalde evenveel punten als Van den Berg. Maar na een tiebreak kende de wedstrijdleiding hem de 3e plaats toe. De jonge uit Zweden afkomstige Anders Brinkdaal zette een manche op zijn naam en surfde verder zo constant dat hij uiteindelijk 2e werd. Maar ondanks dat hij geen van de wedstrijden won, zette Robbie Nash in Zandvoort toch de course race discipline op zijn naam, doordat hij over 5 manches gemiddeld het beste was. Hiermee troefde hij voor het eerst sinds tijden weer specialisten als Van den Berg en Brinkdaal af. Bij de dames regeerde de Canadese Annick Gravelin, die 4 van de 5 manches won. Martine van Solingen surfde op haar Zandvoortse thuiswater naar een keurige 3e plaats in de course race. Maar de daaropvolgende dagen liet de wind het helemaal afweten. Toch kwamen er dagelijks tienduizenden toeschouwers naar Zandvoort. En Robbie Nash zette zijn handtekening op de meest vreemde voorwerpen. En ging op de foto, samen met Frizzle Sizzle. In een aantal pitsen werd het publiek op andere manieren vermaakt, zoals deze spectaculaire crossfietsdemonstratie. Wat betekent het gebrek aan wind voor de surfers? Handtekeningen uitdelen, wat interviewtjes, foto's maken en gewoon aan je materiaal werken. Dat is ook heel belangrijk. En dat is, meestal heb je wat tijd tekort om aan je materiaal te werken dat optimaal in orde is. Maar nu is het een uitstekende gelegenheid. We hebben het ook wel degelijk rekening mee gehouden. Vandaar dat ook een evenement 10 dagen duurt. Er kan altijd dagen bij zitten waar geen wind in zit. Het ziet er nu zo uit in ieder geval dat in ieder geval dit weekend, tussen de zaterdag en de zondag, geheid wind komt. Absoluut wordt er gewoon dit weekend gevaren. De weerberichten zijn zodanig dat in ieder geval zaterdag en zondag gevaren kan worden. Maar dat het voorspellen van het weer nog steeds een onzeker vak is, bleek die zaterdag, toen de voorspelde windkracht 6 à 7 letterlijk de hele dag op zich liet wachten. Wedstrijdleider Wim Thijs belde regelmatig naar de verschillende weerstations om de laatste voorspellingen op te vragen. Goedemiddag, met Wim Thijs. Ik ben wedstrijdleider van de O'Neill Pro World Cup in Zandvoort. En ik wou eens even vragen of dat er voor vanmiddag of dat er nog wat veranderd is. Ik heb vanmorgen jullie even gebeld. Ja, oké. Zondag, de laatste dag in Zandvoort en eindelijk is er wind. Today we are going to do both wave performance and slalom. En dit is nog nooit eerder gebeurd. 2 disciplines op 1 dag. De wedstrijdleiding heeft om de kans van slagen te verhogen het aanvangstijdstip van de wedstrijden met een uur vervroegd. Veel deelnemers zijn erom nauwelijks wakker als wedstrijdleider Wim Thijs de laatste instructies geeft op de zogenaamde skippers meeting. We hopen te starten wave performance. Om 9 uur 's ochtends begint de wave performance. In deze discipline moeten de deelnemers zo spectaculair mogelijk surfen. Een deskundige jury beoordeelt hun verrichtingen. Ze letten erop hoe hoog een surfer springt, hoe goed hij gebruik maakt van de golven en hoeveel risico hij neemt.
In de eerste ronde gaat Olaf van Tol hier met H9 ten onder in zijn favoriete discipline tegen het jonge Noordwijkse talent Erik Groenewoud, die zelf heel veel van Olaf heeft geleerd. De leerling verslaat de meester. Hoe kan dat? Ja, Olaf is een goede vriend van me. Ik vind het erg jammer voor hem. Maar ik denk dat het ook komt omdat de omstandigheden erg slecht zijn momenteel. Omdat de wind pal uit zee komt, dan zit je gauw onder de kant. En als je dan een keer pech hebt dat je een golf over je plank heen krijgt, dan lig je zo op de kant en dan lig je te spoelen. En dat kost gewoon punten. Ik heb een fout gemaakt om direct niet naar mijn start ver op zee te gaan. Ik kwam al gelijk in de eerste half minuut van mijn heat een hoge golf tegen. Ik werd gewassen, ik lag direct weer op de kant. Zodoende kon ik niet mijn dingen laten zien die ik normaal gesproken in mijn heat kan laten zien. Een van de eerste die 's morgens al heel vroeg zijn spullen uitprobeerde was Björn Dunkebeck. Dit jonge supertalent heeft een Nederlandse vader, een Deense moeder, woont op Gran Canaria en spreekt het liefst Duits. Hij staat op dit moment tweede achter Robbie Nash in de wave performance discipline. In de eerste ronde laat hij weer fantastische stunts zien. Hij probeerde als eerste een salto te maken. Zijn sprongen getuigen van een onvoorstelbare lenigheid. En in de tweede ronde schakelt hij Zandvoorts plaatselijk favoriet, wave performance specialist Paul Jans uit. In de kwartfinales komt Dunkebeck uit tegen Onotoyer en laat zien dat hij naast het springen ook alle andere facetten van het brandingsurfen tot in de perfectie beheerst. Zoals de duck tag, oftewel onder het zeil door je overstag gaan. En natuurlijk ook de duck jibe, onder het zeil doorgrijpen. En hij doet dat zelfs sierlijk met één handje door het water. Maar toch laten zich verrassen door Onotoyer, die altijd in wedstrijden zichzelf overtreft en dan onwaarschijnlijk hoog kan springen. Hier springt hij wel zo'n 6 meter boven de golf uit. Onotoyer verslaat dus Björn Dunkebeck. Maar ook Steffen van den Berg doet het in de wave performance verrassend goed. Het is niet bepaald zijn favoriete onderdeel, maar hij weet er tegenwoordig heel wat van te maken. Getuigen het feit dat hij in de kwartfinale komt, maar dan moet hij het opnemen tegen Pete Cabrina, de wave performance specialist uit Hawaii. Van den Berg springt behoorlijk hoog. Maar Pete Cabrina springt nog hoger, vaker en vooral gevarieerder dan de Nederlandse favoriet. Steffen van den Berg laat prachtige dingen zien, maar het jurybesluit is unaniem. Pete Cabrina is de winnaar. In de halve finale ontmoet Pete Cabrina Robbie Nash, die tot dan toe probleemloos tegenstander na tegenstander had uitgeschakeld. Maar nu krijgt Nash het moeilijk. Nash zoekt naar een mooie, steile golf om een sprong te maken. Een barrel roll, een salto. Wat is het antwoord van Pete Cabrina hierop? Pete Cabrina moet antwoorden. Weer een salto. Maar hij valt bij de landing en op dit niveau kun je dat niet meer permitteren. Dus Robbie Nash wint. In de finale ontmoet Robbie Nash zijn landgenoot Alex Aguera, de nummer 2 van de wereld op dat moment. Ze houden elkaar goed in de gaten. Nash maakt een radicale upside down. Aguera zoekt het in de hoogte. En Nash verscheurt de golven bij het zogenaamde golfrijden. Alex Aguera blijft hoog springen. Golfrijder gaat er minder goed af. Hij valt. Nash ziet het en vindt de tijd rijp voor de genadeslag. Hij zet aan voor die gigantisch hoge salto. Hij lijkt te vallen. Maar Robbie Nash herstelt zich snel en blijft weer staan. The result by unanimous decision is that the winner
of the wave riding event is Robbie Nash. Robbie Nash wint voor de zoveelste keer in zijn carrière een wave performance. Bij de dames zet Nathalie Lelièvre deze discipline op haar naam door in de finale te winnen van de ijzersterk varende Duitse Nathalie Siebel. De wave performance is achter de rug, maar de organisatie houdt flink de gang erin, want de slalom staat nog op het programma. Het Service to Sailing team trotseert de woeste branding om de baan uit te leggen. Bij de slalom starten telkens 8 servers tegelijkertijd, waarvan er 4 doorgaan naar de volgende ronde. In de halve finale neemt de Fransman Raphaël Sal direct de leiding, op de voet gevolgd door Erik Groenewoud. Anders Brinkdal rukt op naar de tweede plaats. Zal hij Raphaël Sal nog in kunnen halen? En ja hoor, het is de S10, Anders Brinkdal, die als eerste naar de benedenboei vaart. Ook Erik Groenewoud is goed op dreef. Hij moet zich bij de eerste 4 plaatsen, want alleen de eerste 4 gaan door naar de finale. In de slalom zijn hoge sprongen vaak niet te vermijden, omdat de service zo enorm hard gaat. Maar het is wel heel riskant. Anders Brinkdal wint deze halve finale en Erik Groenewoud is derde. In de andere halve finale starten onder andere Johan Driehuis uit Zandvoort hier helemaal vooraan, Robbie Nash, Olaf van Tol en Stefan van den Berg. Maar het is Maui Meijer uit haar bij de start. Hij pompt uit alle macht om op snelheid te komen. Stefan van den Berg met de H1 probeert onder het veld door te varen. Hij gaat ontzettend hard, maar Olaf van Tol met het oranje zeil ziet hem op de hielen. Van Tol gaat plotseling veel harder. Van den Berg valt. En dit betekent voor hem het einde van de slalom. Van Tol gaat als eerste over de finish. Gevolgd door Robbie Nash. Het wordt snel donkerder. Toch staan de deelnemers klaar voor de finale, zoals Robbie Nash en Erik Groenewoud. En op het gezicht van Erik Groenewoud valt de spanning af te lezen. Anders Brinkdal is ook tot het uiterste geconcentreerd voor de start. De start van de finale. Nash is als een speer weg, met in zijn kielzog Erik Groenewoud. En het is moeilijk te zien wie op een tweede of een derde plaats ligt, want zo donker is het al. De servers verdwijnen soms secondenlang achter de huizenhoge golven. En nu begint het ook nog te onweren. Wat een wedstrijd. Maui Meijer houdt het voor gezien. Dit gaat hem echt te ver. Robbie Nash rond als eerste de benedenboei. Hij valt. Raphaël Sal komt er als tweede aan. Maar Nash stelt snel en blijft op kop. En bij de boei wordt het één grote ravage. Hier is weet Anders Brinkdal. Hij zet zijn jacht in op Robbie Nash. Olaf van Tol rond als vierde de boei. Maar ook hij valt. Hij herstelt zich echter snel. Van Tol moet hier een hoge sprong maken door een brekende golf. Terwijl Nash al op de finish afstuift. Nash in de problemen. De meest ervaren server ter wereld haalt door de enorme stroming, de hoge golven en het slechte zicht de finishboei niet. Wat een drama. Hij probeert in een uiterste inspanning genoeg hoogte te winnen om alsnog de boei te ronden. Er komt de Zweed Anders Brinkdal. Zal de Zweed het wel halen? Hij perst zijn plank net om de boei en valt, maar het geeft niet meer, want hij is al over de finish en wint daarmee de slalom voor Robbie Nash. De derde plaats is heel knap voor Olaf van Tol, want hij heeft Erik Groenewoud nog ingehaald. En die wordt vierde. Maar het veld is zo uiteengeslagen dat Van Tol niet eens meer weet op welke plaats hij eindigt. Maar Van Tol is blij met zijn derde plaats. Yeah. Yeah. Goodbye,
Ja, ik ben heel erg tevreden met mijn derde plaats. Ik had een slechte start, ik ben twee keer gevallen. Het waaide verschrikkelijk hard, mijn zaal was veel te groot. Het was gewoon een kwestie van uitzeilen en ik ben erg tevreden met de derde plaats. Nou, ik had echt niet verwacht dat ik al zo ver zou komen in de finale. Maar ja, mijn slalom is toch wel een beetje een goede discipline van me. Ook in de Holland Pool. Dus maar het valt me alles mee op wereldniveau. En zo zorgden de wind en de service op de valreep nog voor een spetterende finale van deze World Cup in Zandvoort.